Hello everyone, welcome to my blog. Greetings everyone, welcome to Santorini, Greece. Greetings everyone. So you picture dito po ka tayo ngayon sa Avifauna Zoo Birds and Zoo daw nakalagay, pero hindi ko alam kung anong, kasi Dutch nakalagay eh, so hindi ko alam. So yeah, may libre kasi kami ng ticket, kaya pumunta kami dito para lang matita yung mga kamag-anak namin. Charot. So guys, enjoy watching my vlogs po. Keep. Vinden. Moet je wel een beetje je best doen, want zoals je ziet, als hij tussen de bomen zit, hè, dat bruine, ja, dan heeft hij een ontzettend goede schutkleur en dan moet je wel heel hard zoeken om hem te kunnen vinden, maar het zou kunnen.
Wat het ook nog wat moeilijker maakt om hem te vinden, is het feit dat die Europese oeroes heel stil kunnen vliegen. Als zij vliegen, hoor je eigenlijk helemaal niks. En dat is heel erg handig voor die oeroe, want daardoor kan hij zijn prooien namelijk in stilte besluipen, zodat ze hem niet horen aankomen. En wat voor prooien zouden dat kunnen zijn, denken jullie? Wat zou die oeroe eten? Muis! Muizen. Ja, hij heeft net inderdaad een lekker muisje op zitten peuzelen. Maar het is wel best wel een grote vogel. En één zo'n muisje, ja, dat is wel een lekker hapje, maar daar zit je niet vol van. Dus hij gaat zelfs wel op zoek naar wat grotere dingen. Zoals bijvoorbeeld ratten, ganzen, hazen, vervelende kinderen. Nee, oké, dat dan weer net niet. Maar jonge hertjes, zelfs die kan die wel kan die opeten. En hij is zelfs ook, als zij jagen, dan doen ze dat vooral heel erg op gehoor. Want die oeroes kunnen niet zo heel erg goed zien. Jullie zagen mij net misschien ook al heel uitgebreid zwaaien daar. En dat is omdat ze niet zo heel erg goed kunnen zien. Maar dat geeft ook niet, want hij kan het ontzettend goed horen. Zijn oren zitten namelijk op verschillende hoogtes van zijn hoofd. Je kan ze niet zien, gelukkig maar misschien. En daardoor kan hij dus heel erg goed horen. En ook omdat hij een hele platte kop heeft, werkt het als een soort schotel, waardoor hij ontzettend goed dieptes in kan schatten in dat geluid. En daardoor kan hij zelfs prooien vangen die hij helemaal niet kan zien. Zoals bijvoorbeeld onder de sneeuw. Dus het is dan ontzettend fijn als je heel erg goed kunt horen. Nou, dat is dus echt een vogel die op zoek gaat naar wat grotere prooien. Maar niet alle vogels gaan op zoek naar grote prooien. Want ja, deze zou een hele grote prooi natuurlijk niet kunnen pakken. Dus waar hij wel naar op zoek gaat... even ruzie. Voor de mensen die de eerste demonstratie hebben gezien, dit is de rozeekakatoe. Die had nog geen zin om naar huis te gaan. Maar goed, hij gaat op zoek naar insecten. En dit is de Vonderdekkentok. Een kleine vogel met een hele lange naam. Is vernoemd door naar meneer Vonderdekken die hem ontdekt heeft. En hij gaat dus op zoek naar insecten. En hij kan heel behendig vliegen. Dus al vliegend door de lucht kan hij die insecten gewoon vangen. Maar ja, dat is best wel veel werk, dus ze zijn best wel slim. Dus wat ze ook wel eens doen, is gewoon lekker tussen een groepje zebra's gaan zitten. Want ja, die zebra's die poepen ontzettend veel. En op die poep komen dan weer allerlei soorten insecten af. En dan kan die eigenlijk gewoon daartussen blijven zitten. En dan komen al die insecten vanzelf. En dan weten die zebra's dus ook veel sneller dan normaal dat er gevaar aankomt. Dus eigenlijk is het een hele mooie samenwerking. Een andere kleine vogel is deze, en dit is de witwangtoeraco. Net als die Europese oeroe heeft zij een ontzettend goede schutkleur. Die oeroe was echt bruin, hè, van de bast van de bomen. Maar zij is meer echt groen met blauw, omdat zij namelijk in de bossen zit van Afrika, tussen de bladeren in. En je ziet het, als zij niet beweegt, dan zie je er ook eigenlijk niet zo heel erg goed. En dat is ook precies haar bedoeling, dat ze niet te veel opvalt. Maar wanneer ze gaat vliegen, dan zie je misschien wel dat zij nog een hele mooie kleur heeft, die wel heel erg opvalt. En dat is felrood. En die kleur zit dus echt aan de binnenkant van haar vleugels, zodat ze die heel goed kan verstoppen. Maar wanneer ze wil, dus stel ze ziet een knappe man voorbij komen, dat ze toch ook nog iets heeft om even te laten zien dat ze ook wel kan opvallen. En het kan misschien ook wel werken voor roofdieren. Als een roofdier denkt, zo'n kleine vogel, dat is best wel een lekker hapje. En zij laat die rode kleur zien. Ja, misschien schrikken ze daar water zou zetten. Ja, het water uiteindelijk ook die rode kleur zal krijgen. Hele bijzondere vogels dus. Nou, en verder waren die vleugels ook niet zo heel erg lang, hè, zoals je misschien wel zag. Maar ik zei al, ze komt voor in de bossen. Dus lange vleugels zijn dan ook niet zo handig. Dan kun je beter korte vleugels hebben. Zij gaat dus echt in de bossen op zoek naar haar eten. Maar er zijn ook vogels die wat meer op de grond blijven om te zoeken naar eten. Zoals deze. En dit is de Falkland Karakara. En die kan je dan ook alleen vinden op de Falkland Eilanden. En dat is het meest zuidelijke puntje van Zuid-Amerika. Nou, op die Falkland Eilanden heb je niet zo heel erg veel, behalve allemaal rotsen en stenen. Dus wat zijn die karakaras nou gaan doen? Gewoon al die rotsen en stenen gaan omdraaien om te kijken of dat daar misschien wat lekkers onder zit. Want je weet het misschien wel, onder rotsen of stenen, er kan wel eens een insect onder zitten. Of langs het water kunnen daar wel eens kreeftjes of krabbetjes onder zitten. Dat is echt wel hele inventieve vogels. Maar ook daarbij geldt, een insect,
Dat is wel lekker, maar daar zit je niet vol van. Dan moet je wel heel veel insecten vinden. Gelukkig zijn die karakara's ontzettend slimme vogels. En die hebben dan ook bedacht om te gaan samenwerken. Want wanneer je samenwerkt als vogels zijnde, dan kan je natuurlijk veel grotere prooien pakken. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een pinguïn. Gaat erop. Of misschien wel een jonge zeeleeuw. Dus die jagen ze gewoon bij hun moeder weg om die vervolgens op te kunnen eten. Nou ja, klinkt als vogels die dus ook echt niet zo heel erg bang zijn. Hè? Als zij bij een zeeleeuw in de buurt durven komen om een jong af te pakken. Dat zijn ze dan ook niet, zeker niet. Ze staan ook al op de Falklandeilanden, staan ze niet zo heel erg goed bekend. Gelukkig draaien ze bij ons alleen maar steentjes om. Daar zijn wij dan weer blij mee. Maar goed, dat zijn dus echt vogels die ook op zoek gaan naar vlees. Kijk, maar dat doen natuurlijk ook gieren. Kijk, twee. En dit zijn de kapgieren. Die heten zo omdat zij een soort van kapje eigenlijk op de achterkant van hun kop hebben. En die kan je vinden in Afrika, die kapgieren. Nou, gieren staan erom bekend om natuurlijk kadavers te eten, dode dieren te eten. Maar gieren hebben ook een ontzettend belangrijke hiërarchie. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat alle grote gieren als eerst mogen eten bij zo'n kadaver. En alle wat kleinere gieren moeten wachten tot zij klaar zijn voordat hun aan de beurt zijn. Dan zou je denken, als al die grote gieren zijn geweest, dan is er niks meer voor hun over. Maar dat is niet waar. Want die grote gieren hebben ook een veel grotere snavel. En kunnen helemaal niet bij al die kleine stukjes komen die nog tussen die botjes zitten. En daarom wachten die kapgieren ook gewoon geduldig tot die grote gieren klaar zijn. Want die weten dat zij hebben een hele kleine snavel eigenlijk, pincetvormig. Waarmee zij toch nog al die laatste resten er tussenuit kunnen halen. En op die manier toch nog genoeg te eten hebben. En doordat zij die karkassen dus helemaal schoon eten, want zij halen echt die laatste restjes ervan af, zijn het ook onwijs belangrijke vogels voor ons. Want omdat zij die karkassen helemaal mooi schoon eten, kunnen er veel minder ziektes verspreiden in de wereld. Dus het zijn ook zeker voor ons ontzettend nuttige vogels. Maar goed, op zo'n stinkend kadaver komen natuurlijk meer dieren af dan alleen gieren. Want ja, als het lekker stinkt, heb je natuurlijk ook al heel snel insecten. En op die insecten komen dan weer heel ander soort vogels af. Zoals bijvoorbeeld de zwarte wouw. Zwarte wouwen kunnen ontzettend behendig vliegen. En die vangen hun prooien ook al vliegend door de lucht. Dat doen ze met hun poten. En dan al niet hun stukje eten af kan pakken waar ze zo hard hun best voor hebben gedaan om te vangen. Nu ga ik kijken of ze misschien aan jullie willen laten zien hoe zij dat doen. En hou in de tussentijd ook je ogen goed open, want misschien zien jullie ook nog wel wat andere vogels. Oei. Oei. Dat is een brutaal deze. Kijk, 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 kijk. Hij heeft gewoon aan het handen. Oei. Het is niet aangevallen. Kijk, en goed, ze zijn brutaal, hè? Kijk, als jij weggooit, bang, pakken. Kijk, die kunnen het weggooien, bang.